tijd voor een gesprekje. Ik ben blij dat jullie er al zijn. Vanavond optreden hier in Ichtigem. Voor jullie de tweede keer. En voor de andere koor de eerste keer, als ik het goed voor heb. Maar leg me toch maar eens uit. Wat is Pocket Rocket en wat is Metallie? Want dat is toch iets speciaals? Ja, Pocket Rocket en Metallico, wij komen vanuit Nederland. Dat kun je ook wel horen. Aan het gebrek aan accent. Of juist. Of juist een ander accent. Ja. Kan, ja. En wij treden alleen maar op voor goede doelen. Ja. Dus wij gaan niet naar voor geld. Wij gaan niet voor gewoon de normale korenfestivals. Waar wij komen juist voor de goede doelen. Om te helpen, om publiek te trekken. En ervoor te zorgen dat er geld ingezameld kan worden. En dat is wat wij doen. Ik zelf ben van de technische ploeg. Daarom zijn wij er ook al zo vroeg. En de beide koren komen. Zij zitten nu in de bus en die komen eraan. Ja. Hoe is dat zo gegroeid? Ik bedoel, ben jij op een ochtend wakker geworden en gezegd: ik maak een koor voor het goede doel? Ja, mijn vrouw heeft het koor bedacht. Maar wij samen hebben altijd al heel veel inspanningen gedaan om dingen voor goede doelen te doen. En toen Frankie met het idee kwam van: ik ga een dameskoor starten. Toen was eigenlijk het 1 plus 1 en gingen we dat doen, speciaal voor goede doelen. Ja, en de gedachte erachter. Ik bedoel, waarom? Ja? Ja, gewoon, wij hebben een goed leven. Het is zo dat wij het beste al naar ons zin hebben. Nou, dan is het een perfecte manier om iets voor iemand anders te kunnen doen. Waarbij we zelf er ook nog eens een keer heel veel lol mee hebben. Ja. Hebben wij toch wel een verkeerd beeld met z'n allen van Nederlanders, ja? Ja, maar ik vind het ook altijd wel lachen. Wij treden vrij veel op in België. En ik krijg dat vaak te horen. Ja, toch. Ja, jullie horen zo wat de Nederlandse krenterigheid. Ik weet het en ik doe er ook alles aan om dat vooroordeel niet te bevestigen. Maar ach, zo werkt dat nou eenmaal met vooroordelen. Daar ga ik niet tegen vechten. Ja. Twee koren. Ja. Ja. Ene enkel mannen, andere koor enkel dames, Pocket Rocket de dames. Ja. En het Metallicoor enkel de heren. Ik heb me laten wijsmaken dat jullie partners van elkaar zijn. Of is dat niet zo? Nou ja, we zitten allemaal in dezelfde groep. Hè? De Metallicoor en Pocket Rocket is onderdeel van Rockpodium. Maar er zitten ook mannen en vrouwen tussen, waarbij de man in Metallicoor zit en de vrouw in Pocket Rocket. En dat is natuurlijk gewoon hartstikke leuk. Pocket Rocket, daar is het mee begonnen. Die zijn inmiddels 10 jaar oud. En wij kregen bij optredens heel vaak vraag van: oh, mogen er ook mannen bij? En toen hebben we gezegd: we gaan met Metallicoor aan de slag. En die bestaan nu 5 jaar. Oké, gaan we straks nog een stukje verder. Maar eerst een streep muziek. Ja, wij gaan terug verder met ons praatje met de mensen van de koren die straks hier gaan optreden. Bij mij kwam de vraag direct op: hoe komt een koor uit Nederland of twee koor uit Nederland in godsnaam in Ichtigem uit? Ja, nou ja, wij hebben 3 jaar geleden opgetreden bij de Warmste Weken. En dat was hier ergens vlakbij, ik weet de plaats niet meer. Ja, Kortrijk waarschijnlijk, hè? Ah, dat zou kunnen, ja. En daarna hebben wij van jullie bestuur een mail gekregen of dat wij in Ichtigem wilden optreden. Nou, en aangezien dit gekoppeld is aan een goed doel, past het precies in wat we willen. En wij zijn niet vies van een internationaal reisje, dus wij komen wel. Blijkbaar zijn jullie inderdaad niet zo vies van een internationaal reisje. Ja. Ik denk dat we ook wel eens moeten praten over jullie repertoire, want ook dat is een eigenzinnige keuze. Of niet? Ja, dat is zeker. Ik ben van de techniek en de organisatie, dus ik weet de exacte namen niet, dus dan moet ik gaan spieken. Maar de dames die doen echt het harde pop-rock gebeuren, zelfs tegen punk aan hebben ze verschillende dingen. En de mannen die doen echt metal. Die hebben ook bijvoorbeeld een nummer van ABBA, maar dan wel de metal versie van ABBA. En dat is gewoon hartstikke leuk. De dames, dat is echt op hoge kwaliteit, mooie muziek waar je echt in meedeinst en wat echt gewoon heel erg leuk is. Goede rockmuziek. En de mannen, dat is een totaal feestje met hun metal. Ja. Er moet toch een muzikale structuur rond jullie koor zitten met mensen die
weet daarover ze praten en vooral zingen, dan ben ik benieuwd wat ze doen. Ja, maar mijn vrouw, de dirigent Frankie, die doet alle arrangementen en zorgt ervoor dat alles spik en span is. Daarnaast kopen we muziekbanden, maar daarnaast hebben we in Engeland ook een partij die voor ons de muziekbanden maakt. Want zeker bij de metal muziek is er heel vaak niet een achtergrond te krijgen, dus die laten we dan speciaal maken. Jullie treden op voor het goede doel, maar jullie laten wel banden maken. Jullie hebben veel uitgaven en geen inkomsten, of hoe moet ik dat zien? Nee, maar wij zijn heel gelukkig met wat we hebben. We hebben een goed lopend bedrijf en daar verdienen wij ons geld mee. Wij doen werk in de software-industrie en daar verdienen wij meer dan genoeg mee. Dus wij kunnen dit... Dit is geen probleem. Maak je geen zorgen. Nee, ik maak me geen zorgen, maar ik vind het gewoon bewonderenswaardig wat jullie als vrije tijdsbesteding doen en hoe je de andere mensen daarvan laat meegenieten. En bij deze dan ook een warme oproep aan Echtegem en omstreken om vanavond, de zon schijnt, het terras is open, om naar hier af te zakken en te genieten van de beide koren. Ik dank je voor dit prachtige interview. Dank je. En voor jullie initiatief. Chapeau. Dank je.